Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Hallo en what's up beste kijkers. Welkom terug bij het kanaal van Meester Doopsizer en een nieuwe filmrecensie. We gaan het vandaag hebben over een Nederlandse productie die een spin-off slash vervolg is van een razend populaire tv-serie op NPO 3. Of 2, weet ik veel. En dat is De Luizenmoeder. Geregisseerd door Ilse Waringa, die al 2 seizoenen de hoofdrol heeft gespeeld in de tv-serie als Juf Ank. En het speelt zich wederom af op de basisschool Klimop. Voor degene onder jullie die nog niet bekend zijn geraakt met De Luizenmoeder of er juist bewust zo ver mogelijk van zijn weg gebleven, dat kan ook. Het gaat over een groep leraren en ouders op een Nederlandse basisschool en de dagelijkse problemen en stress waar ze mee te maken krijgen. Die problemen die zijn gerelateerd aan allerlei kleine bronnen van irritatie die je als ouder of leraar tijdens de schooljaren van je kind tegenkomt, zoals overblijven, de relatie tussen vriendjes, de cijfers, de CITO-toets, bemoeienis met het onderwijs, de veiligheid, de competentie van de leraren. De lijst is vrijwel eindeloos en sommige ouders die echt obsessief het beste willen voor hun kinderen, die kunnen voor leraren een nachtmerrie zijn. En andersom, als het duidelijk is dat een leraar niet echt het beste voor heeft voor de kinderen en alleen zijn eigen interesse heeft staan, dan ga je als ouder natuurlijk ook langzaam maar zeker door het lint. Ik kan niet zeggen dat ik veel van dat soort problemen heb meegemaakt tijdens mijn basisschooljaren. En ik ben zelf geen vader, dus ik kan ook wat dat betreft niet veel van mijn anekdotes delen. Ik had een redelijk competente basisschool. Zelf enkele behoorlijk goede leraren. Ik werd gepest op de basisschool, maar dat is heel weinig kinderen vreemd. Het was daardoor niet bepaald de leukste periode van mijn leven, maar vanuit mijn oogpunt deden de leraren gewoon hun best. En mijn ouders, ik zal nooit iets kwaads over hen zeggen op dit kanaal. Ze zijn geweldig. Ze hebben ook hun best gedaan om me door die jaren op de basisschool heen te loodsen. Dat is bij de ouders en leraren in deze film en tv-serie wel even anders. Je hebt daar ouders in allerlei soorten en maten. De curlingouders, de zenuwpezen, de goedbedoelende ouders, de racistische of ronduit domme ouders, heel bemoeizuchtige. En de leraren variëren van heel toegewijd en toppie tot absoluut onbekwame sukkels. En sommigen die zitten daar precies tussenin, zoals Ilse Waringa, Juf Ank. En de film die speelt zich chronologisch af na het tweede seizoen. De directeur van de school, Anton, en dat is meteen een enorme spoiler, die blijkt te zijn overleden aan dichtgeslipte aderen, volgens Juf Ank. En nu valt dus de regie van de basisschool op haar schouders en de overgebleven leraren. En dat is nou natuurlijk niet de beste set volwassenen om die taak aan over te laten. Het gaat al gauw echt behoorlijk fout. En de ouders die helpen niet bepaald. Ook niet degene zoals Hanna, gespeeld door actrice Jennifer Hofman. Die probeert echt Ank nog zoveel mogelijk te helpen, maar vaak genoeg te vergeefs. En dus schakelen ze op een gegeven moment een crisismanager in, gespeeld door Dragan Bakema, nog niet eerder van die acteur gehoord zelf. En het is dan de film uitzitten om te kijken of hij het beter kan dan de groep leraren.
En dan is er ook nog een klein subplot van Ank die zich ontfermt over een jongetje met PTD-NOS. Een soort vorm van autisme. Als ik het goed heb, hij is vrij gewelddadig, helemaal in zichzelf gekeerd, heeft problemen thuis. En Ank die ziet dat maar aan, probeert hem eerst flink in het gareel te krijgen met discipline, net als de crisismanager. Maar dat werkt niet, want zo is dat jongetje Bradley gewoon niet ingesteld. Hij heeft vooral comfort en empathie en liefde nodig van een volwassen ouderfiguur. En Ank is de enige die dat op een regelmatige basis kan bieden. Ik ga niet verklappen hoe die relatie tussen die lerares en dat kind zich verder ontvouwt. Daarvoor moet je echt zelf kijken. Maar dat zijpot is wel een voorbeeld van hoe verrassend gevoelig deze film nog enigszins zijn kon. Als je nagaat dat het in het genre valt van satire en zwarte comedy op het onderwijssysteem en vol zit met politiek incorrecte grappen, dan is er niet echt plaats voor zulke warme emotie schijnbaar. Maar Ilse Waringa, die de film ook schreef, heeft echt heel erg haar best gedaan om die emotionele snaren te raken met zowel haar als een paar van de andere karakters en dus het plot met dat jongetje Bradley. En ik moet zeggen, voor haar regie debuut heeft ze het heel goed gedaan. Het voelt echt als een film die overstapt van tv naar een echte film. Die heeft ze heel goed weten te maken in zowel de cast regisseren als de wat chaotischere scènes en de aankleding van de film, de montage. Er is eigenlijk een heel bekwame hand bezig naarmate je verder kijkt. Maar het is ook wel duidelijk dat qua scriptschrijvers ze nog een hoop heeft te leren. Ze vond het hier in mijn ogen vooral belangrijk om trouw te blijven aan de geest van de karakters en de tv-serie. En niet zozeer een logisch en goed geconstrueerd verhaal te maken. De volgorde van de gebeurtenissen is een beetje een zootje. Plotlijntjes en wendingen die worden links en rechts geïntroduceerd zonder veel opbouw. En de derde acte, daar valt het eigenlijk een beetje uit elkaar. De film die kan de landing niet goed maken. En dat is echt best wel zonde als je nagaat hoe sterk de emotie was in de anderhalf uur daarvoor. En dan rollen de credits en ben je toch enigszins teleurgesteld over hoe het geheel is afgelopen. Maar een film gebaseerd op een tv-serie als De Luizenmoeder had veel slechter en tenenkommender kunnen uitpakken. En Ilse Waringa heeft dat weten te voorkomen en vooral een heel grappige, af en toe rakende, semi-onschuldige film weten te produceren. De cast, wat allemaal oud-gedienden zijn van de tv-serie, die zijn in topvorm. Ilse Waringa als juf Ank is wederom fantastisch met haar articulatie en scherpe tong en medeleven en compassie voor haar kinderen. Ik hoop dat ze echt de rol nog wil blijven spelen voor zolang er nog verse melk in de kan zit, om zo maar te spreken. En ook haar subtiele vriendschap met moeder Hannah, die vond ik heel aandoenlijk, omdat het zo lang heeft geduurd om die relatie echt voor elkaar te krijgen. En je ziet duidelijk dat ze echt wel het meeste op Hannah vertrouwt om haar te ondersteunen als dingen misgaan. Jennifer Hoffman zelf ook prima. Lang niet zo goed als
Ilse Wijnga en je ziet af en toe barstjes in haar optreden dat ze een beetje te veel gemaakt aan het optreden is. Er is een klein plotlijntje met de relatie tussen haar en haar jonge dochter Floor, maar die wordt niet echt goed afgerond, zei ik al, omdat in de derde acte alles een beetje plat op zijn bek gaat, dus dat was wel jammer. De rol van juf Helma, gespeeld door Leni Brederveld, fantastisch. Zij was in de serie ook al een van mijn favorieten. Ze is al een oud mens, maar ze is echt verreweg de beste leraar in de hele school. No nonsense en heeft een goede band met haar klas. En in deze film krijgt ze daarnaast ook een wat uitgebreide rol op een heel interessante manier. Ik wil liever niet verklappen wat die rol inhoudt, maar ik ben heel blij dat Ilse Wijnga dat erin heeft gestopt. En ik was verrast dat die richting van haar karakter ook zo effectief werkte. Het was een van de weinige dingen die tot het einde toe echt een beetje overeind bleef. De conciërge Volkert, gespeeld door Henry van Loon, die zit helaas niet meer in de film. Dat vind ik heel erg jammer, want hij was gewoon zo leuk in zijn stoïcijnse stille gedrag. Hoe hij naar alle chaos keek en toch zo goed mogelijk probeerde te helpen. Walter en Kenneth, gespeeld door Rob Verheijen en André Dongemans, die zijn ook weer terug. Hilarisch duo als een homostel die echt heel erg begaan zijn met hun dochter en het reilen en zeilen van de school. Die halen af en toe wel bloed onder je nagels vandaan. En André Dongemans, zijn karakter, is weer het mikpunt van racistische stereotype grappen. Natuurlijk niet iets om te lachen, maar dat is het punt van satire. De draak steken met hoe andere mensen de draak steken met andere mensen. Merel Polat en Rian Gerritsen als de twee moeders Melanie en Kim. Oké, die krijgen bij lange na niet zoveel schermtijd als ik eigenlijk had gehoopt. Zij vormen samen met Maaike Martens, haar personage, een beetje de moedermaffia. Die altijd wel wat te zeiken hebben en als drie roofdieren op het speelplein staan om kritiek te leveren op de leraar en bestuur en whatever. Dat deden ze in de serie altijd heel overtuigend en met heel veel passie. Ik vond ze echt leuk. Maar hier spelen ze vooral wat op de achtergrond. En als laatste heb je nog van de ouders heb je Karel, gespeeld door Arnoud Bos. Dat is echt een enorme controlfreak en hippe moderne vader die op allerlei manieren zijn versie van de school en de kinderen, dat probeert hij bij hen in de strot naar binnen te touwen. Het is echt een onuitstaanbaar karakter, maar ook heel hilarisch. Want je zou denken dat zo'n intelligent en vooruitstrevende man een beetje zijn humeur onder controle heeft. Maar hij kan ook echt compleet flippen als het opeens niet meer gaat zoals hij voor ogen had. En last but not least had je Bianca Krijgsman als het personage Nancy. Ik vind haar echt het meest onsympathieke karakter in deze hele franchise. Het is gewoon zo'n zeurmiep en stresskip die hypocriet is en andere mensen loopt te gaslighten. Ze is grappig, maar ook doodvermoeiend. En Bianca Krijgsman speelt dat keer op keer voortreffelijk. Dat waren dus de castleden, allemaal prima in vorm. Sommigen die hadden wel wat meer aandacht mogen verdienen. Ook de kinderen die zijn heel goed bezig. Al zijn de meeste nu wel oud genoeg om naar de middelbare school te kunnen, denk ik zo. Ook het jongetje dat Bradley speelt, echt steengoed. Had ik niet verwacht, maar kindacteurs die zo jong zijn en dan zo'n vrij extreem rol op hun schouders moeten nemen. Daar is heel wat misschien natuurlijk talent voor nodig. En
deze jonge speler heeft het echt wel weten te flikken. Nou, wat de regie betreft, daar heb ik al over uitgeweid. Ilse Wanga, die is heel bekwaam. De montage, die schiet dus wat tekort. De structuur is vrij warrig en volgepopt. En soms worden scènes op een moment plots afgesneden. Op een moment dat je denkt, waar was dat voor nodig? Het is alleen maar onoverzichtelijk en gehaast zo. En bij de derde acte valt dat dus helemaal uit elkaar. Ik weet niet precies wat nou de visie ervoor was. Want het conflict dat is ontstaan en in die derde acte een hoogtepunt hoort te bereiken, voelt niet helemaal als een hoogtepunt en wordt ook heel veel te makkelijk opgelost. Ik kan niet weggeven hoe en waarom precies. Het is spectaculair gefilmd en voorbereid, dat wel. Maar hoe het overkomt in het grote plaatje van het verhaal, daar slaat het de plank wel even mis. De aankleding van de film, prima. Daar hoef je op zich niet zoveel voor te doen om een basisschool er overtuigend te laten uitzien. Maar er zijn ook echt wel een paar scènes waar ze flink uit de kast hebben getrokken om wat betekenis aan en veel humor en emotie aan die scène te geven. Voor degene van jullie die de oorspronkelijke serie kennen, als je bekend bent met Anton's participizaatje en zijn Winterklaas ideeën, waar ik het nu over heb, is iets soortgelijks. En zonder de aankleding van deze film was het nooit zo goed uit de verf gekomen. Wat de sfeer betreft, het is grappig en dat is het belangrijkste. Ook met al die politiek incorrecte humor is het nog steeds best wel hilarisch. Het slaat ook nog geregeld de plank mis. Dan is duidelijk dat er een stilte valt waarin je moet lachen. En dat is dus geforceerd. En die momenten die sloegen dus ook vaak de plank mis. Of mijn publiek dat achter me zat in de bioscoop toen ik het keek, had gewoon niet veel gevoel voor humor. Dat kan ook. Ik vond het in ieder geval leuk genoeg. Drama, dat raakt dus ook nog verrassend veel. De relatie tussen Ank en Bradley, die is het hoogtepunt. De rest komt er een beetje bekijkt vanaf, helaas. En er zit ook nog best wel wat spanning en shockering in als je ziet op hoeveel manieren het rijden en zeilen van de klimop fout gaat en wat ze wanhopig proberen om het op te lossen. Of hoe walgelijk sommige karakters kunnen zijn. Eén ding is zeker, het is herkenbaar voor zowel ouders als kinderen wat er in deze film gebeurt. En dat is altijd het doel geweest van de Luismoeder. Het even een spiegel voorhouden en kijken hoe absurd de hele basisschool shit eigenlijk kan zijn als je je er te veel druk over maakt. Ik geef het zelf een 6,9 van de 10. Laat graag in de comments weten wat jullie vinden van de Luizenmoeder. En dan zie ik jullie de volgende keer bij het kanaal van Meester Doopsizer met een nieuwe filmrecensie. Goodbye, stay safe, wash your hands, wear a mask, get vaccinated and live long and prosper.